Hi, mijn naam is Willemien Brandt van Bureau Brandt en ik vind het echt super tof om met jullie aan de slag te gaan om te gaan tekenen, om te gaan visueel denken en om daarmee proberen jouw eigen verhaal over de bühne te brengen en een betere samenwerking aan te gaan. En zo simpel is het gewoon. Dit ben ik en jullie herkennen me meteen en het is gewoon een rondje met een omgekeerd uurtje. Aan de slag! Ik ga nu een paar basisiconen tekenen die aanvulling zijn op jullie visueel vocabulaire. En het bestaat allemaal uit zo min mogelijk lijnen om zoveel mogelijk impact te maken. Bijvoorbeeld een poppetje is een omgekeerd U'tje met een rondje erboven. Hierbij is het wel belangrijk dat je bijvoorbeeld niet het hoofdje enorm laat zweven. Eigenlijk een rode stift over. Dat doen we dus niet. En waar je ook op moet letten is dat het hoofd niet door het lijfje gaat. Dat klopt natuurlijk niet. Behalve als je wilt dat het... dat het lager zit, dus iets verdrietiger is. Of als het van achter is. Oké. Okay. Dat was één poppetje. Als we nou twee poppetjes of meerdere poppetjes willen tekenen, dan doen we het niet allemaal zo los, want dat kost weer veel te veel tijd. Maar dat doen we als een soort McDonald's M achter elkaar. Dus hier hebben we nu een heel team getekend. En zoals je ziet, is het als je snel rondjes tekent, gebeurt het heel vaak dat mensen op deze manier rondjes laten sluiten. Op het moment dat je blijft kijken naar het begin waar je was. Dus daar moet echt naar gekeken worden. Zo. En je blijft tekenen en blijft kijken waar je was, kom je automatisch uit op waar je gebleven bent. Goed. Het volgende icoontje is, je hebt nu natuurlijk individu. We hebben team. Dus in het bedrijfsleven worden deze echt heel snel en heel vaak gebruikt. Ik, we, maar hoe zou je us, dus hoe zou je wij als organisatie of de organisatie of het bedrijf tekenen? En we komen altijd een beetje uit op die heerlijke, saaie gebouwen. Dat zijn twee blokjes achter elkaar met daarin op een hele evenwijdige manier de raampjes. En als het bijvoorbeeld een ziekenhuis of zo is, dan doe ik meestal iets meer architectonische gebouwen. En dit is een klein beetje meer Bijlmermeer Arena, bijvoorbeeld. Ja. Het mooie hierbij is als we even schaduwen willen doen, ik doe altijd schaduw in het poppetje. En als het snel moet, alleen in de buik. En juist bij gebouwen doe ik het ernaast, net vlak erachter. En het allerleukste is als je het gaat combineren met elkaar. Dus stel je voor, ik wil mijn team voorwaarts. Dan doe ik de McDonald's emmetjes schuin naar rechts. Dat zijn ze als het ware in die richting. Ik combineer dat met een pijl. En ik combineer dat met een dunnere stift. Bijvoorbeeld voor de weg waar ze voor staan. Rood kan ik gebruiken voor het doel waar ze naartoe willen. En met grijs kan ik bijvoorbeeld nog het gebouw in de achtergrond doen. En daarmee laat ik ook zien dat mijn verhaal heel erg gaat over het team. En het goal valt ook heel erg op. Maar dat het de vestiging, bijvoorbeeld Rotterdam, dat die als laatste in het verhaal komt. Dus je maakt niet alles even belangrijk. Dat was het tot nu toe. Echt. Super bedankt en succes met je nieuwe tools.